Natuurlijk kun je leren van successen van andere ondernemers, maar je kan nog meer leren van hun fuck-ups. In deze video 5 fuck-ups van echte ondernemers. Hoi, mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Dat doe ik 2 keer in de week en inmiddels staan er al meer dan 1300 gesprekken op dit kanaal. En ik vraag ze regelmatig ook niet alleen naar hun successen en hoe het zo goed gaat allemaal, maar ik vraag ze ook naar hun fuck-ups. En in deze video delen 5 ondernemers hun eigen fuck-ups. Grootste fuck-up? Ik heb wel gewoon een heleboel dierbare fuck-ups inmiddels. De allereerste is misschien wel dat we een overnamebod op Career Fever, het tweede bedrijf van Pieter en mij, hebben afgeslagen van ongeveer 40 miljoen gulden in die tijd. En 2,5 jaar later was het failliet. Ja, dat is wel een fuck-up. Ja, maar goed, daarna heb je het wiet laatst lacht. Ik lach nog. Precies. Nou, een van de grootste fouten die ik denk dat ik gemaakt heb, is in momenten dat ik wilde groeien, heel snel mensen aannemen en aantrekken waarvan ik misschien dacht, achteraf zien, passen die wel heel goed bij onze organisatie. Ik denk dat je komt altijd als ondernemer op een punt, vooral nu met de krappe arbeidsmarkt, dat het lastig is om goede mensen te vinden die echt bij je passen. Maar ik heb liever dan dat ik het nog een tijdje doorzoek naar de mensen die echt bij onze bedrijfscultuur passen, dan alleen de mensen die de skills hebben en misschien met niet de juiste bedrijfsmatch daarin zitten. Een van mijn fuck-ups was dat ik niet naar mijn financiën keek. Dus ik deed maar gewoon alle facturen betalen die meteen binnenkwamen. Dan dacht ik, dan heb ik er maar meteen vanaf. Ik wilde geen schulden hebben of iets. En ik was ook totaal niet bezig met wat er binnenkwam. En ik dacht, het komt allemaal wel goed. En de marges en zo, geen idee. En op een gegeven moment dan moest ik een factuur betalen en ik had het geld niet meer op de bank. En dat maakt dan echt heel zenuwachtig. Dus dat was wel even dat ik dacht, oeps. Maar goed, het heeft niet per se echt iets gebroken, maar wel echt weer een les dat ik er weer uit heb gehaald. We hadden bijna onderdeel kunnen zijn van, of we waren eigenlijk onderdeel van de Katy Perry Tour in Europa. Alleen dat werd op de nacht dat het concert zou plaatsvinden, de nacht daarvoor, werd dat helaas gecanceld. We wilden een activatie doen in het stadion of in de hallen waar dat dan zou gebeuren, op videoschermen. En de video werd maar niet goedgekeurd. En uiteindelijk hebben ze dus de nacht voordat we een activatie in combinatie met die videobeelden zouden doen, werd het dus opgezegd. Terwijl alles voorbereid was. Ja, en als alles betaald en we hebben video's opgenomen. En nou, het heeft echt klauwen met geld gekost. Te vroeg investeren in iets waar je in gelooft, in blijven investeren. Ik gaf het voorbeeld van de video. Een videoproductiebedrijf was veel te vroeg. Waren een lokale betaaloplossing, heb ik nog steeds heilig geloof in, was veel te vroeg. Soms moet je toch iets beter om je heen kijken en verder als jezelf. Om te bepalen of iets werkt of niet. Ik hoop dat je iets hebt geleerd van deze fouten van ondernemers, van deze echte fuck-ups uit het dagelijks leven van echte ondernemers. En wil je nou meer leren van de verhalen van echte ondernemers, dan zit je bij 7D-TV goed. Zoals ik al zei, inmiddels meer dan 1300 gesprekken die je hier al terug kan vinden. 2 nieuwe per week. Dus abonneer je hieronder, klik op het belletje en mis helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Thank you.